opleiding van een technische school. Het is 4 uur en de school is net gedaan. Ik sta hier geparkeerd met een Ferrari 328 GTB. U ziet dat de jongens en de meisjes van de school heel wat belangstelling hebben voor deze wagen. Vanavond maken we een reportage over autofreaks, bezitters van exclusieve wagens, exclusieve Italiaanse wagens vooral, met name de Ferraris en de Lamborghinis. Het zijn wagens die tot de verbeelding spreken van iedereen en wij onderzoeken wie er mee rijdt, waarom er mee rijdt en waarom heel wat mensen die er geld kunnen voor hebben eigenlijk als kleine jongens met speelgoed spelen met Ferraris en Lamborghinis. Excuseer. Dit is een Ferrari 308 GTS, bouwjaar 1979. De eigenaar is de 24-jarige Peter. Televisieseries als Magnum en Miami Vice spraken zo tot de verbeelding van de jongeman dat hij maar één droom had. Zelf Don Johnson spelen. Hetgeen ik het leukste om deze auto nog vind, om dit model, zijn die ronde lichten van achter. Dat maakt hem iets, misschien wat agressiever voor sommigen wel. En er zit ook nog meer lijn in opzij, die bolling. Die vloeit zo schoon door. En ze maken die dus eigenlijk van rond 90 niet meer, dit model. En dat vind ik wel spijtig, want ik vind dat momenteel nu het mooiste model dat er is samen met een Testarossa, omdat die opzij ook zo heel erg die lijn er nog in heeft. Het is voor mij de beste auto die er ooit gebouwd is, wel op sportief vlak. Wat heeft het nu zin in een tijd dat men maar 120 km per uur mag rijden om zo'n wagen te kopen? Je kunt eigenlijk tegen een leuke snelheid nog aangenaam rijden. Ik vind, je voelt dat nog aan. Je moet niet overal 200 gaan rijden erom. Je auto rijdt heel goed tot 120. En dat is inderdaad een probleem. Maar we leven niet in een politiestaat, denk ik. Dus als ik met mijn auto 200 wil rijden, doe ik dat. En als ze mij pakken, zal ik de boete wel betalen ook. Dus is het al gebeurd? Ik ben al verschillende malen, is tegengehouden, onbewust. Hoe reageerden de rijkswachters dan wanneer ze zien dat je tegen 200 per uur met zijn wagen rijdt? Eenmaal hebben ze mij op de auto gelegd en met een mitraillet tegen mij aangehouden. Ja. Dat is een paar jaar geleden echt gebeurd, samen met een vriend. Maar ze reden achter mij en ze konden me eigenlijk niet volgen. Dat was te laat ook. En ik ging zo mijn normale ritje maken, ik heb dat altijd gehad. En het rondpunt van Wommelgem. Ik nam die afrit en ik heb er zo 3 of 4 keer tegen 130, 140 rondgereden. Maar dat is constant dat die auto dus zo dwars ontschaven is. En ze reden met een BMW achter mij, maar ik wist dat ik had van mijn auto terug ingehaald eigenlijk. Dit is de Testarossa met Twin Marelli Microplex injectie van oud-voetballer en trainer James Storme. Kleur Ferrari Giallo, Ferrari Geel. De eerste en originele Ferrari-kleur. Catalogusprijs 7.130.000 frank. James Storme is een man die houdt van exclusieve wagens. Snelheid is zijn leven. Helaas voor hem bestaat er ook iets als een verkeersreglement. Dus u hebt al een aantal keren uw rijbewijs verloren door overdreven snelheid? Ja. Boetes gekregen? Ja. Wordt dat ook vermeld op het rijbewijs? Inderdaad, ik zal je even mijn rijbewijs tonen. Het is een nikkom volgens dat verschillende mensen zeggen. Dus kijk, het normale rijbewijs is met de twee stempels en ik heb dus nog twee keren een bladzijde bijgekregen die dus nog altijd volgens stempel staat wegens overdreven snelheid. Dus als iedere keer dat het rijbewijs vervallen is, staat dat daar... Dat staat er inderdaad op iedere keer op, ja. Wat natuurlijk heel moeilijk is, want bij elke lichte overtreding of controle dat men uw rijbewijs vraagt, gaat men dus direct u als iemand gaan afschilderen die dus bijna onmenselijk is. Snelheidsduivel noemt men dat, hè? Ja. Ik heb eenmaal een rechter gehad die
zei tegen mij dat het, is, dat het niet is omdat ik een sportverzet was, dat ik de cowboy op de baan moest uithangen. Maar het is natuurlijk juist maar bij zien van deze en niet bij het, de werkelijkheid. Hè? Want de werkelijkheid is dat je dus overtreding maakt en onmiddellijk gestraft wordt. Gebeurt het soms dat u, wanneer u met zo'n wagen rijdt, uitgedaagd wordt door andere sportwagenchauffeurs om een krachtmeting te doen? Ja, dat heb ik overlaatst nog meegemaakt. Dus met een Lamborghini naast mij. En ja, dan gaat je eventjes tikken om te zien bij de rode lichten wie dat dus het snelste optrekt. En welke bocht dat er dus het best zou genomen worden. En die uitdagingen bestaan wel, ja. En gaat u daarop in, op zo'n uitdagingen? Dat kan, ja, dat kan. Maar als je het eerlijk moet zijn, moet je toch wel zien met wie dat je het doet. Want je kunt dat met een Lamborghini doen bijvoorbeeld, waar je dus de vis weet dat het in het optrekken, dat je tekort komt. Dan zijt je beter dat je kalm blijft, want anders word je gewoon weg opzij gezet. En opzij gezet worden met een Ferrari is toch niet zo... Dat het schitterend is om te doen. Dus als dat natuurlijk een, bijvoorbeeld een Mercedes is of een Porsche is die dat wilde doen, ja, dan gaat jij toch wel even proberen uw kracht van uw motor te tonen. Dit is de metaalkleurige 328 GTS, bouwjaar 1989, van Paul van Middelhem. Catalogusprijs 3.800.000 frank. Je vermoeden wat chassisnummer staat, meneer Van de Wagen. En ook met een Ferrari moet men naar de technische controle. Ja, dank u. Ja, al wat dat Ferrari is, ik heb ook een volledige bibliotheek van Ferrari. Al wat Ferrari boeken in verschillende talen schaf ik me aan en lees ik. Ja. En de kranen is uw vak, dan heb ik aan. Ja. U verkoopt kranen? Kranen, de hydraulische graafmachines. Ja. En de bulldozers. Ja. Krijgt u ook niet vaak negatieve reacties van klanten die zeggen, god, die rijdt met een Ferrari, die moet nogal geld verdienen? Is dat niet iets waar u reacties op krijgt? Ja, wel, vandaag is dat de eerste dag dat ik naar buiten kom. Sinds 11 jaar ben ik dus Ferrari-bezitter. Ik heb dat nooit tegen mijn klanten verteld. Maar u hebt aangedrongen om mee te doen aan het programma. En na 11 jaar zwijgen denk ik dat iedereen mag weten dat ik een Ferrari bezit. Als ze verstaan dat ik het gedaan heb uit passie. Passie. Dat is wat alle autofreaks gemeenschappelijk hebben. Safety first. Paul was vroeger rallyrijder en dat virus is de zakenman van middelbare leeftijd nog niet kwijt. Wie het verkeersreglement niet wil overtreden, doet het op een gesloten omloop. Want de drang is onweerstaanbaar. Passie en kunde, want vakmanschap is meesterschap. Dit is de 328 GTB van garagehouder Noël Noerens.
beter. Hè. Ja? Meer, hij heeft meer vermogen. Hè. Als ik hier bijna de toer ontzet, valt de motor iets stil. Mooi zo. Dat zullen wel weinig Ferraristen doen, maar bij ons ligt het anders toch dan in de branche. Hè. Ja. Is een wagen van een klant van u? Dat is een wagen van een klant, ja. Is dat een man die daar dagelijks mee rijdt met die wagen? Nee, het is zuiver een hobby voor in het weekend, maar dan ook als het meer goed weer is en zo. In feite gebruikt dat niet zoveel. Als je ziet, een auto is nu 1 jaar en die heeft 2400 kilometer. Dus dat is in feite nog niet gebold. Hè. Ja. Heeft vooral een keer pech gehad, de vooruit, een barst erin. De zaken die gebeuren. Hè. Mm-hmm. Heeft hij die wagen bij u gekocht? Hij heeft die wagen nieuw gekocht bij mij, ja. En hoeveel kost die wagen? Die wagen kostte toen 5,3 miljoen, exclusief BTW. Ja. Maar met die wagens wordt doorsnee niet veel gereden. Dus als je ziet dat die Lamborghini nu 1 jaar oud is en dat die 950 kilometer gereden heeft. 950 kilometer? 950 kilometer, ja. Dus ik denk dat kopen. Is gewoon het passie voor het in bezit zijn van zo'n wagen. Hè. En hoeveel kost die Lamborghini, weet u dat? Die Lamborghini kost 7 miljoen exclusief BTW. Weet u welk beroep de bezitter van die wagen heeft? De bezitter is landbouwer als beroep. Landbouwer nogal. Een rijke landbouwer. Toch op de pas, hè? Ja. Dus die landbouwer die rijdt af en toe is met de Lamborghini. Met de Lamborghini. Ze maken ook tractoren. Hè. Misschien is dat daarom dat hij. Ah, de wagen ook gekocht heeft van Lamborghini. Inderdaad, ja. Hij heeft misschien een factuur van een tractor kunnen wie kunnen weet. Maken. Ja. Het is ook een exclusieve auto, maar niet zo exclusief als Ferrari. Ook het Ferrari is wel toffer omdat er een club bestaan is. Dus met een vriendenkring die samen dus, uitstappen doen en zo. En dat heb je wel niet bij Lamborghini. Dus het is minder. Het is een ander soort mensen die een Lamborghini kopen. Het is niet geliefkoosd door de Ferraristen. Is er een soort vijandschap tussen de twee? Misschien wel, ja. Misschien wel. En hoe komt dat? Dat is moeilijk te zeggen. Dus iemand die een Ferrari koopt, zal nooit een Lamborghini kopen? Nee. U hebt er die de twee kopen, maar een echte Ferrarist zal zeker niet omkijken naar een Lamborghini. Mm. Zeker niet. Als we nu dit soort wagens, de Ferrari en deze, ook vergelijken met exclusieve Duitse wagens, dat is toch iets... Kwalitatief staan die veel over. Dus natuurlijk, het exclusieve is er dan ook niet zo erg als bij Ferrari. Bijvoorbeeld de 500 SL van Mercedes. Ja. Het is een heel exclusieve auto, een pracht van een auto, maar toch nog altijd niet het imago van een Ferrari of een Lamborghini. Maar je kunt er wel mee rijden, alle dagen. Je kunt er alle dagen mee rijden. En dat kun je met een Ferrari niet doen. Dat kun je met Ferrari niet doen. Dat is wel het verschil. Ik denk, stel nu, je hebt zo'n wagen en zo ene, met deze ga je vaker in pan staan dan met die. Ja, dat is iets, dat zal zeker zijn. Ja. Mechanisch zijn die enorm goed, maar veel elektrische problemen. Ja. Dus kleine details altijd. Dat natuurlijk niet plezierig is als je je alle dagen moet betrouwen. Hè. Bijvoorbeeld de geel, die heeft nu 2500 kilometer, waarvan dat de één koplamp al niet meer dicht gaat. Ja. De centrale vergrendeling gaat niet meer. Ja. En achteraan niks meer van stoplichten. Dus daarmee moeten we eraan bezig zijn. Maar de motor zelf op zijn eigen gaat nooit kapot. Ik weet zelfs iemand met een Testarossa en die heeft nu momenteel 350.000 kilometer. Voor de meeste bezitters van dit soort wagens gaat het om de vervulling van een jongensdroom. Maar sommigen hebben er wel erg veel voor over om die droom waar te maken. Verkoop aan een klant. Zo in en nog een Porsche Turbo. De betaling duurde heel lang. Ik zeg, ja, dat is geen probleem, die auto's kunnen blijven staan. Totdat we vernamen, dus de auto's worden geleverd. De dag nadien krijgen we telefoon van de BOB. Die man had een moord gepleegd voor de auto's kunnen betalen. In IJsselt op den Berg. Ja. Dus dan zeg ik dat mij. Dus een enorme autofreak die het niet kon en toch echt 23 jaar was. Dus hij wilde er niet voor werken, maar toch wilde hij de auto als fanaat. En heeft een moord begaan. Misschien niet voorzien, maar... Een roofmoord dan? Een roofmoord, ja. En heeft u betaald dan? Of, Wij zijn betaald geweest. Wij zijn betaald geweest. Een vreemde zaak. Ja, dat was een vreemde zaak. Zeg dat wel. Zeg dat wel. Of het bizarre verhaal achter een fait divers in de krant.
Dit is de 348 van Hugo de Roeck. Catalogusprijs 4,1 miljoen. Hugo de Roeck verkoopt exclusieve mode en houdt van exclusieve wagens. Vind je dat nu geen wagen die je beter snel zou wachten in plaats van daar zomaar mee naar de kouwers te komen? Ja, dat vind ik, maar daar moet je de tijd voor hebben. Ja. En die heb ik spijtig genoeg niet. Alsof je duur porselein in de afwasmachine zou zetten, hè? Maar dat denk ik niet. Geen probleem. Dit is een moderne carwash en ik geloof niet dat dat werkelijk de carrosserie beschadigt. Hugo de Roeck rijdt minstens 30.000 kilometer per jaar met zijn Ferrari. Maar de modetycoon heeft ook een nagelnieuwe Porsche Carrera. Hij kan dus met kennis van zaken een vergelijking maken. Wat is het verschil tussen een Porsche en een Ferrari voor u? U bedoelt in rijgedrag? Of u bedoelt in dagelijks gebruik? In imago zo, het beeld van de wagen? Oh, in imago vind ik daar... Krijgt u andere reacties wanneer u met een Porsche rondrijdt dan met een Ferrari? Ja. Ja. Wat voor... Een Porsche, dat is zoals een Mercedes, daar kijkt niemand niet meer naar. Hè? Alhoewel, dat zal het weer juist dezelfde prijs kosten. Een Ferrari, dat is en dat blijft een Ferrari. Je komt, ik kan je een voorbeeld geven, je komt ergens toe, op een parking, er is geen plaats. Ja, ze vinden nog een plaatsje juist voor de deur. Omdat ze het leuk vinden dat er een Ferrari voor hun deur staat. Op het salon van Italiaanse wagens op de Heijsel geeft Hugo een modeshow van zijn nieuwe collectie. Maar hier komt men natuurlijk in de eerste plaats om auto's te bewonderen. Bij de Lamborghini Diabolo, catalogus meer dan 8 miljoen, ontmoeten we Hugo en ook garagehouder Noël. Een enorm lange achteraan. Is toch niet meer te rijden, hè? Dat is heel moeilijk. Ik wil al een beetje oefeningen doen. Maar jij kunt het wel natuurlijk. Is dat het nieuwste model van Lamborghini? Dat is het nieuwste van Diabolo. Het nieuwste en dan ook denk ik wel het slechtste. Waarom? Enorm veel problemen mee. Welke problemen zijn er mee? Ik denk dat er te weinig auto's in productie genomen zijn. Ja. En dat daarmee, dus dat is een andere wagen, daar maken ze er elke dag 500 van. Ja. Indien er problemen zijn, komen die binnen. Ja. Dus door mensen die die in dienst hebben en dat wordt opgelost. Dus bij de volgende 500 is er weer een vernieuwing. Bij dat model wordt er een serie gemaakt van een honderdtal en ze stoppen. Ja. Die worden verkocht. Natuurlijk op dat moment reizen er veel kinderziekten. Dus technisch gezien raakt dat nooit in orde, zo'n wagen? Toch wel, maar ik denk dat dat wel veel is op kosten van een eigenaar. Ja? Dus dat de garanties toch beperkt zijn tot een zekere prijs. Het is een appel eigenlijk van de Countach, maar je ziet toch die nieuwe lijnen, die afgerondere lijnen, die Gandini daar weten in te steken heeft. Dus voor u de Diabolo is de... Dat is voor mij de mooiste. Dat is de mooiste. Ik zie dat dat technisch op technisch gebied... Maar nu hebben ze deze, gaan ze deze uitbrengen met VTR of wat weet ik, vier tractie. Is dat voor dus, u, wat het auto betreft, het allerhoogste? Dat is voor mij het allerhoogste. Ja. De Lamborghini Diabolo. Spijtig genoeg is dat niet voor, voor mijn portemonnee, maar dat is de mooiste. Dus dat meent hij niet als je dat zegt. Zo heren, kunt u zichzelf even voorstellen wie u bent? Ik ben Gormans, Eddy. En u meneer? Gerry Gormans. Twee broers? Vader en zoon. Vader en zoon. En u bent hier zaakvoerder van dit bedrijf? Ja. Welke sector werkt u? Bouwmaterialen, vloeren, tegels. Alle twee in de zaak? We komen niet voor de zaak, dat weet u. Maar voor uw wagens, mogen we die eens bekijken? Tuurlijk. Ja? Kom maar eens mee. Vader en zoon houden allebei evenveel van auto's. De zoon heeft een rode Lamborghini, de vader houdt het bij een Ferrari Testarossa. Wat is dat? Kunt u even omschrijven? Welk type? Een Lamborghini Countach, een 5000 quattro valvo. Ja. Dat is niet het nieuwste type van Lamborghini? Nee, dat is een Diablo. Ja. Dat is een nieuwe. Hoe lang hebt u die wagen? 4 of 5 maanden. Mm-hmm. Mag ik weten waarom je net die wagen hebt gekocht? Ja, het zijn de hoge lijnen die het hebben mij ontdekt. En deze is nog echt sportief. Mm-hmm.
Is die sneller dan een Ferrari? Ik zal het zo zeggen, Lamborghini, die hebben dus van 71 tot en met 88 de snelste productiewagen gehad. Ja. Dan is een F40 van Ferrari gekomen en dan heeft Lamborghini de Diablo gemaakt. En nu op het moment zijn ze weer de snelste. Ja. Dus. Als u het rijden vergelijkt, een Testarossa en een Lamborghini, wat geeft dat verschil? Ja, dus. Als je nu overstapt van een Lamborghini in een Testarossa, dan zit je niet eens in een luxe wagen. Ja? Dat is meer een gewone wagen dan als je dat mee aan het rijden bent. Dus het verschil, als je die een dag zelf ermee gereden hebt, dan is dat een gewone wagen geworden. Dit is een echte racemachine. Daar kunnen we mee vergelijken. Maar kunt u daar nu gewoon mee op de weg tegen 120 rijden bijvoorbeeld? Dat is geen probleem. Ja. De snelheid voelt ook niet aan in die wagen. Maar dat is geen probleem. Maar voelt u dan niet de drang om sneller te rijden met zo'n wagen? Daar heb je wel last mee. Ja. Dat wel. Bent u altijd een liefhebber geweest van sportwagens? Altijd. Ja? Van kleins af aan. Welke was uw eerste sportwagen? Ferrari. Een Ferrari? Ferrari. Hoe oud was u toen uw eerste Ferrari kreeg? 19. Ja. Dat het een droom geweest is met zo'n wagen te rijden. Ja, mijn droom is altijd wel een Lamborghini geweest, een Countach. Ja. Nu is het uitgekomen. Ja. Voor de meeste Ferraristen is een Lamborghini een soort tractor, hè? Als ik dat mag begrijpen wat we daar... Ja, dat moeten zij weten. Ja, daar trekken ze zich niks van aan. Nee. Maar ik weet dat iemand bezielt om met zo'n wagen te rijden, want die zegt ja, het is eigenlijk maar een hobby. Dus uiteindelijk, wat bezielt je om met zo'n wagen, om zo'n wagen te kopen, om te beginnen daarmee te rijden? Ja. Dat is een droom. Mm. Voor mij is dat een droom die er uitgekomen is. Ja. Dat, en misschien kan ik dan zo'n schoon vrouwke lekker schei krijgen. Ja. Is dat de bedoeling om ook wat indruk te maken op de dames? Nee, dat niet. Nee. Want die komen respect is toch niet meer plaats. Dus. Maar heb je nu meer succes bij de vrouwen met zo'n wagen, denk je? Dat is me nog niet opgevallen. Nee? Reageren ze daar niet op? Ze willen toch wel eens graag in je wagen komen zitten, neem ik aan. Dat wordt wel over de klap, maar... Een ritje doen? Niet zo veel. Hoe reageren jouw vrienden en zo op die wagen? Die vinden dat tof. Dat zijn mensen die dat tof vinden, die er respect voor hebben. Ja. Maar er zijn er ook die er niet tegen kunnen. Ja. Die echt op zijn van jaloezie. Maar dat stoort mij. De Lamborghini Countach 5000 Quattro Valvole. Topsnelheid 310 km per uur. Catalogusprijs 8,6 miljoen. De ultieme jongensdroom. In Lokeren. Helemaal 88, dat is 400. Voilà, zoetje, vriendelijk bedankt. Ja jongens, kom aan, zijn de laatste. De laatste Jumbo-mosselen. Ja, en het is kwart na 10. Kom aan, voor wie nog? Zijn je met Ferrari gekomen, Willy? Nee. Nee, waarom niet? Nooit. Moet wel verder bestaan. Ja, doe maar, je moet naar mij eens zien. Het werk gaat voor, hè? Het moet op, hè, vandaag. Het moet voilà, allemaal op, hè. En het is goedkoop, het is lekker, dus 2 kilo. Willy woont op de 19e verdieping van een Gents flatgebouw. Hij rijdt met een rode Mondial T Cabrio. Catalogusprijs 3,5 miljoen.
De Belg is geboren met een baksteen in zijn maag, dus ik heb dus geen huis gekocht. Er is één. Dan heb ik minder op vakantie geweest. Behalve dus met Club Brugge mee. En ja, een beetje spaarzaam zijn. Hè. Dat heb ik zeker moeten doen, ja. Oh, ik heb mijn wagen. Ik heb hem. Ja, ik ben er zeer blij mee. Op de parking van de chique Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Lanthem staan er een hele reeks Ferraris geparkeerd. Het is vergadering van de club. Maar de meeste clubleden houden niet van pottenkijkers. Weet u hoe het komt dat de meeste mensen die in de club hier zijn hiernaast niet willen worden gefilmd? Geen idee. Hebben ze schrik of zo om te laten zien dat ze een Ferrari hebben? Ik weet het niet. Er zijn er misschien die al wel meerdere Ferraris kunnen permitteren, maar ja, ze wel niet geweten, dan weet ik niet waarom. Geen idee. Het gebeurt het vaker dat mensen niet durven laten zien dat ze zo'n wagen hebben, omwille van hun klanten bijvoorbeeld? Ik zou nu weten waarom dat dan niet zo mogen. Durft u er mee naar buiten duurder, komen? Ja, er zijn toch duurdere Porsche en duurdere Mercedes. Maar durft u er mee naar buiten komen met die wagen? Ja, ik kom er mee naar buiten. Zullen we eens binnen gaan kijken hoe de mensen reageren wanneer we met de camera binnenkomen? Ik hoop dat er geen ruzie komt in de club. Kijk maar. Dit moet ik nog even. En anders meer lapsen. Ik heb een Ferrari, meneer. Nee. Ik ben met de fiets gekomen. Van de ongeveer 50 mensen die hier aanwezig zijn, verlaat mij dan de helft de zaal wanneer er wordt gefilmd. De anderen bespreken de clubactiviteiten van de komende maanden. Een woordje over onze buurlanden. Wij worden uitgenodigd in Frankrijk van 4 tot 6 juni op het privécircuit Maduclo. En dit ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Franse club. Ik kan u wel verzekeren, voor degenen die nog Maduclo niet gezien hebben, dit is werkelijk het unicum. Het is het mooiste wat er te zien en te doen is in Europa. Ik heb al een keer de Rijkswacht uitgenodigd en zij meestrijden met die auto. En dan hebben we continu 300 gedaan. Ik heb het ook al. Ja? Met de Rijkswachters. Ja. Dus dat is al bewezen geweest. Hoe snel heb je gedaan? 300, denk ik. Hoe snel? 300. De Rijkswachter zat naast u dan, of wat? Nee, de Rijkswachter reed. Maar die kon wel, ja, die kon wel goed rijden met de waan ook. Ja. Ja, dat is een beetje een andere verhaal. En dat is een naam niet. Ik heb het in mijn portefeuille. Wat zijn? Je hebt sowieso een probleem, zelf een 120. Zij komen achter, ja, ze komen achter u rijden, je ziet dat dus in de spiegel. Ze tikken dat in de computer. Ze kijken wie dat je bent. Ja. Dan laten ze voorbij, dan vliegen ze voorbij aan 160, je kunt er dus niet achter. Dan de eerste afrit rijden ze af, benzinestation. Jij denkt, oké, ze zijn weg, maar ze zijn dus niet weg. Je rijdt gewoon 120 door en in de spiegel zijn ze dat terug. Dus... Walter verkoopt zuivelproducten en grondstoffen voor de horeca. Gaat het goed in de horeca tegenwoordig? Best stil in de horeca. Ja? Ja. We hebben reeds alle dagen zondag gehad, het is verminderd. Kom binnen. Zo, de woonkamer van een Ferrarist zie ik. Ja. Ook modellen? Ja, ik heb modellen, ja. Maar zoveel modellen heb ik niet, maar ik heb eigenlijk meer tijdschriften. Ja. Ik heb dus pakken tijdschriften liggen, maar dan over auto's in het algemeen. Dus ja, over alles wat er bestaat heb ik liggen. Je bent een echte autoliefhebber? Ik ben een echte autoliefhebber. Altijd met sportwagens gereden ook? Nee. Nee? Ik had geen geld om mee te rijden in het begin. Ik heb er dus hard moeten voor werken. Tussen de melkkartonnen en de mayonaisepotten staat zijn passie onder een zeil opgeborgen. Een Mondial T cabrio. Kleur Ferrari rood.
plaats hebben, ik stel hem met mijn lieving. Ik heb nu geen plaats momenteel. Maar ik zou hem hier gewoon stellen. Hij staat toch 6 maanden stil. Van mij, als hij er staat, is het al voldoende. Bekijkt u hem vaak ook? Ik bekijk hem veel, ja. Kunt u zeggen... Alle weken. Maar met dat tijd, hè, zondagmorgen. Ik sta om, op de zondag, ik ben altijd vroeg wakker. Om 6:30, 7 ben ik meestal op mijn bureau. En neem ik hem al een keer om te rijden. Ja. Vindt u dan een beetje ook een kunstwerk, die wagen? Voor mij is het een kunstwerk, een stuk toch. Mm. Ja. Het is iets apart. 3 jaar geleden, toen het Van Rossum Imperium nog niet was omgetuimeld, bracht ik hier voor het eerst een bezoek aan het enfant terrible van de Ferrari-rijders. Toen was hier de zetel van het Van Rossum bedrijf Monitron gevestigd. Vandaag is dit het hoofdkwartier van de partij Rossum. Net zoals 3 jaar geleden staat dezelfde Rolls hier fout geparkeerd. De indrukwekkende gang is niks veranderd. Toen ik hier de vorige keer binnenstapte, had Van Rossum 13 Ferraris, waaronder een GTO uit 1962, waarvan er maar 33 zijn gemaakt, een prototype 512 LN, vierde in Le Mans, prijskaartje 200 miljoen, 2 Testarossa's, een F40, 338 geproduceerd en 20 miljoen waard, een Ferrari Dino en een Ferrari 348. Goedemiddag. Meneer de volksvertegenwoordiger, hoe gaat het? Dat meneer en die volksvertegenwoordiger worden wel aflaten. Zo. Blij nog eens te zien. Ja, maar gaan we eens in mijn bol zetten. Ja, dat gaan we doen. Daar zit hij. Voilà. Hendrik, breng mij een keer een asbak. Laten we nog eens een keertje teruggaan. Hè? De tijd dat je nog Ferraris had. Heb je ze nog of zijn ze, wat is er met die wagens gebeurd? Oh, ik heb ze nog altijd. Ze zijn nog altijd in beslag genomen in het onderzoek. Waar dat ze staan te rotten. En wat als ze geen frank niet meer waard gaan zijn, want zo'n auto's die men niet laat draaien. Het enige wat je daar kunt mee doen, dat is als je zo terugkrijgt van die helemaal te demonteren, stuk per stuk, te kuisen en opnieuw in elkaar te steken. En waar staan ze met die wagens? Ik zou het bij God niet weten. Ze zijn niet verkocht, ik dacht dat ze het publiek verkocht waren? Nee, nee, er zijn dus 7 collectiewagens aangeslagen door de belasting. En er zijn er dus 2 of 3 zijn er verkocht geweest, maar dat waren dus auto's waar dat niks niet meer in zat, dat waren lege kassen. En heb je er zelf nu nog Ik heb nog altijd Ferraris? Een 328 en ik heb nu een 465 GT besteld. Aha. Mag ik nu weten waarom dat een beetje die passie voor de Ferrari gebleven is? Oh, voor de auto zelf. Ja. Niet voor het soort mensen wat er mee rijdt. Want voor de auto? Als men kijkt naar het soort mensen wat er mee rijdt, dan koop je nooit een Ferrari natuurlijk. Maar voor de auto is dat... Het is subliem van mechaniek, het is subliem van weglegging, van acceleratie. En het heeft een prachtige lijn. Ik ken geen auto's die zo'n mooie lijn hebben als Italiaanse auto's. Nu rijdt de volksvertegenwoordiger met een simpele Mondial Cabrio, prijs 3,5 miljoen. Maar naar eigen zeggen heeft hij dus het nieuwe model, de Ferrari 465 GTI, besteld. Is die al uit in België, die meer? Nee, die komt maar in november uit. Je hebt er alleen besteld?
Tussen oktober en november komt die uit. Ja, ik vind het een fantastische auto. Ik weet het ongeduld totdat hij er is. Hoeveel kost die? Dat weten ze nog niet. Ongeveer? Tussen 9 en 12 miljoen. Nee, maar ook goed weten van wat ik hem ga betalen. Ik betaal hem van de dotaties die ik gekregen heb in de politiek. Als de nieuwe wet op de partijfinanciering wordt goedgekeurd, schommelt de dotatie voor de politieke partijen van 108 miljoen voor de CVP, 78 voor SP en VLD, tot 24 miljoen voor Rossum. Genoeg dus voor een paar nieuwe Ferraris. Of je dat nu ethisch verantwoord hebt met dat geld, van je, wat eigenlijk bestemd is voor andere doeleinden, dat je daar een Ferrari voor jezelf... Nee, dat staat er niet bij. Het staat niet bij voor wat hij dat moet gebruiken. Wat wilde dat ik de stad volle met mijn vieze smoel en overal mijn smoel tegen de muur hang? Dan heb ik godverdomme liever van mijn Ferrari rond te rijden en dat een aantal mensen er kunnen van profiteren. Ik heb dat niet gevraagd, ik heb tegengestemd. Dit is het stadhuis van Oostende, bouwjaar 1953. Hier heb ik een afspraak met Ferrari-rijder Schepen Quagebuur. Kunt u mij bij Schepen Quagebuur brengen? Ja. Ik heb horen zeggen dat hij een Ferrari heeft. Ja, ja. Komt u eruit mee naar het stadhuis? Dat gebeurt dan, ja. Maar niet zoveel. Nee? Niet zoveel. Je hebt ook een kleinere wagen en die gebruikt hij dan naar het stadhuis te komen. Ah. Niet zoveel. Ik denk dat hij u verwacht. Vandaag. Ja. Lift. Links. Ik zal u aankondigen. Ja. Meneer de Schepen, meneer Jander. Alsjeblieft. Meneer de Schepen, goeiedag. Dag meneer Jambes. Welkom. Dank u. Hier in ons stadhuis, zet u maar alsjeblieft. Een prachtig zicht op de haven. Ja, en op Mercator en de jachthaven. Schepen Quagebuur heeft een Bordeaux-rode Testarossa van 1992. De Testarossa met de schepen achter het stuur is een bekend beeld in de straten van Oostende. Voor de bode van het stadhuis een alledaags gezicht. Wat vindt u van de Ferrari? Ah, van de prachtig, schepen? Prachtig. Maar ja, een beetje onbetaalbaar. Ja. Toch voor de gewone mens. Maar weet u hoeveel hij kost ongeveer? Ik denk dat hij ongeveer 6 à 7 miljoen kost. Ik ben niet zeker, maar ik denk dat ongeveer... Maar de schepen heeft graag vlugge wagen, zeg ja, dus, ik kan het hem permitteren ook. Heb je al ingezeten? Ja, één keer. Ja. Dat gaat enorm rap. Ja. Ja. Je zit wel een beetje laag, een beetje, beetje tegen de grond. Zo, maar, De schepen in België is die een Ferrari heeft, hè? Ja, ik geloof het ook. Ik geloof het ook. Voilà. En welke partij is hij? Dan de nieuwe partij. Vroeger was het PVV. Hè. Vindt u dat dat past, zo'n politicus die met zo'n wagen rondrijdt? Wel ja, dat laat ik aan hen over. Hè. Dat is moeilijk om te beoordelen. Hè. Maar ja, als je dat kan, waarom niet, zeg ik. Kunt u zich als politicus permitteren om met zo'n Ferrari rond te rijden? Gaat dat geen afgunst opwekken? Eerst en vooral moet ik u zeggen dat ik al sinds 74 met de Ferrari rijd. Ik rijd regelmatig met de wagen. Ik doe veel kilometers met een auto. Er zijn niet zoveel geen mensen die een Ferrari bezitten die zoveel kilometers doen als ik. Dus ik rijd gemakkelijk in de winter daarmee. Ik rijd daar gemakkelijk mee als het regent, mooi weer, de wind, weer en wind. Ik kan daarmee rijden en ik heb daar in principe geen probleem mee. Mensen kennen mij met een Ferrari. Die hebben, als ik een keer een ander autootje uithaal, zo'n klein wagentje dat ik bezit, waar ik ook volhardend graag mee rijd, dat is een andere manier van rijden natuurlijk, dan zijn er mensen die mij zeggen, wel, waar is uw Ferrari? Wanneer komt u nog met uw Ferrari? Allee, kom, dat is toch jammer dat je met uw Ferrari niet bent. Dat is één zaak. Dan ten tweede, wat de afgunst betreft, moet ik u zeggen, welke uw positie in de samenleving mogen zijn, dat dat nu in de politiek is, dat dat nu uw beroep is, of ook wagen, afgunst bestaat altijd, zal er ook altijd zijn. En ik ben op dat gebied zeer filosofisch.
ik ga van standpunt uit, liever benijd dan beklaagd. En ik denk dat er men kan daarop reageren, op een afgunst, door eenvoudig te blijven en door vriendelijk te blijven. Schepen Kwagebuur is onder meer verantwoordelijk voor de reinigingsdienst van Oostende. Vandaag brengt hij een bezoek aan zijn mannen. Goedendag. Heel de ploeg. Heel de ploeg is er zeker? Ja. Goedendag. Alles goed? Ja. Goedendag. Goedendag. Hoe is dat? Heren, goedendag. Kan ik niet iedereen een hand geven? Hij is gewoon weer hier vandaag. Hij moet erbij nemen, nee. Spijtig genoeg, hè. Goedendag. Dat is goed. Dat is goed. Hoe is dat? Alles goed? Ja? Goedendag. Het gaat een beetje nat, hè. Het is niemand hier die een Ferrari heeft van de jongens? Niemand die liefhebber is van sportwagens of zo? Oh, liefhebber genoeg, maar... Kent u iets van wagens? Ja, kan, ja. Toch vroeger voor gestudeerd, al met scholing voor, ja? Voor motoren en allemaal, een beetje, goh, ja. Weet u welk type wagen dat is? Ja, dat is zeker een V6 of een V8 cilinder, volgens dat ik denk. Ja. Denk je dat een V12 zal zijn? Is de V12? Oké, ik dat ook. Kan er nog 4 tekort zijn. 4 cilinders tekort. Zou wel gewend zijn. Begint te weten wat dat zacht is op. En zo'n rookkleur zo technisch. Nee, dat is ook snel gewend zijn. Maar nog niet hier, dat is juist een keer zijn. Zo goed aan zijn. Allee, vrouw. Allee, gaat er zeggen, moet je zitten aan het baas, hè? Ik denk dat wij dat mogen. Ja, dat is het.